Schrik niet. Ik ben gekomen met de allerbeste bedoelingen. Oh, meneer, wat saai. Maar wie bent u eigenlijk, als ik vragen mag? Maar natuurlijk, wat onbeleefd van me. Neemt u me niet kwalijk. Ik zal me even voorstellen. Victor Bol. Simone Bolbuis. Maar ik ken u toch? Dat is heel wel mogelijk. Woont u misschien op de Gouvernelaan nummer 4? Ja. Wat een ongelooflijk gelukkig toeval. Ik woon namelijk ook op de Gouvernelaan nummer 4. Maar dan zijn wij met elkaar getrouwd. Wat een ongelooflijk gelukkig toeval. Hai, schat. Ja, nou, maar eigenlijk is het helemaal niet om te lachen, hoor, Vic. We zien elkaar veel te weinig, echt waar. Ja, dat houdt het huwelijk fris. Ja, maar zo langzamerhand begint het een beetje erg fris te worden als je het mij vraagt. En dan is een koudje zo gevat, hè, als je begrijpt wat ik bedoel. Wat zeg je? Heb je kou gevat? Nee, ik zei dat als ons huwelijk te fris wordt, dat we dan wel eens een koudje kunnen oplopen. Wat kijk je nou glazig, man? Begrijp je niet wat ik bedoel? Nou, eerlijk gezegd niet helemaal, nee. Nee, helemaal niet, als je het mij vraagt. Maar dat bedoel ik dus, hè? We begrijpen elkaar niet meer. Momentje. Wat ga je nou doen, man? Ik ben met je aan het praten. Nou ja. Even tanden poetsen. Zei je wat? Sorry, maar ik heb het inderdaad niet helemaal begrepen. Ik ben namelijk met je gedachten ergens anders, hè? Ja, dat is dus precies wat ik bedoel. Nou, ik niet. Ik bedoel dat ik mijn tanden aan het poetsen ben en dat ik daarom heel slecht kan verstaan wat je zegt, hè? Wat zei je nou net, Annette? Ik zei dat als ons huwelijk te fris wordt, dat wij dan wel eens een koudje kunnen oplopen. Oeh. Jij bedoelt dat ik misschien wel eens vreemd zou kunnen gaan. Een bijvoorbeeld, ja. Nou, maak je geen zorgen, schat. Ik ga altijd heel lekker warm aangekleed naar Brussel. Ik had het eigenlijk niet in de allereerste plaats over jou, hoor, Vic. Ah. Voor wie dan? Denk eens heel goed na. Simone, als jij bent vreemd gegaan, dan zoek jij wel een heel omstandige manier om mij dat duidelijk te maken. Oké. Vertel het. Ben jij vreemd gegaan, ja of nee? Ben je helemaal gek geworden? Is er een ander? Nee. Nou, toch hoor ik een kleine aarzeling in jouw stem. Zeg het me. Is er een ander? Doe dat even serieus. Ik ben serieus. Ik vermoord hem met jou erbij. Au! Nee. Ik bedoel alleen maar dat we elkaar veel te weinig zien. En daar moeten we wat aan doen. Oké, dan begin ik nu. Nee, niet nu. Ik begin nu. Nu. Nou, dan agenda strekken. Wanneer kan jij, of heb je liever dat ik een schriftelijk verzoek indien om met je te mogen... Vic, je bent echt onmogelijk. Het is zoiets! Oh! Jij hebt een grootje gevoet, hè? Heb jij mijn trapmannetje? Ja! Jij hebt mijn kantje gevoet! Tering, hey, dat is het natuurlijk. Ik heb het. Oh jee. Wat nou? Als jij het hebt, betekent dat meestal dat het veel geld kost. Of veel werk, en meestal allebei. Nee, er staan hier een hele rij karavaans te koop voor een prikkie. Nee, ik ga niet meer vakantie met zo'n rijdende patatkraam achter me aan. Maar we gaan helemaal niet op vakantie. Waarom heb je dan een caravan nodig? Om een patatkraam van te maken. Harry Stevens, ik ben Belgische. Wilt je daar alsjeblieft rekening mee houden, ja? Dat doe ik nou juist. Hé, hey, we zetten er gewoon boven. Echte Belgische patat. Kat in bakken, joh. Belgisch patatje oorlog, Belgisch patatje bazooka, Belgisch patatje Mexicaan. Dat deze tent hier niet meer ziet zitten, wil nog niet zeggen dat ik hem wil ruilen voor een bakrijdend frituurbed. Ja, ga je toch. Bovendien, elke Nollander die mij hoort klappen begint over een zak patat. Ik wil er ook nog eens niet naar ruiken. Ga je nou toch niet altijd meteen de domper op zo'n plan? Wie zegt er nou dat jij daar patat moet gaan staan bakken? Dat lijkt me evident als je Belgische patat wilt verkopen. Helemaal niet. Oh nee, wie had je daar dan voor ingehuurd? Ik ga er zelf achter, met zo'n wit petje op mijn kop. Wil u er eentje met, mevrouw? Dat ken, mevrouw. Dik voor zo'n roodkoper, mevrouw. Nee, geen patat op mijn nuchtere maag, denk ik. Nee, nou even zonder dolle wijfie. Lijkt mij best geinig. Je bent zo vrij als een vogeltje in de lucht. Je kan die wagen overal neerzetten, waar jij maar wil. Met een luifeltje erboven, een paar stoeltjes erbij. Nou joh, dat gaat lopen als een tierenlier. Let op mijn woorden. Als je dan s'avonds maar goed toest, want anders krijg ik nog een zak patat in mijn bed. En daar zit ik bepaald niet op te wachten. Oh, maar dat zou ik nou maar niet zeggen. Want een patatje Mexicaan kan gigantisch pittig wezen, hè? Harry, alsjeblieft, hou op. Zeg, waar gaat je de poen vandaan halen voor zo'n wagen? Ho, ho.
Het boekje van oom Dagobert, minstens 30 roodjes. Heeft meneer Willem gezegd. Als je de gek vindt die het ervoor geven wil. O jee, ik moet weg. De bolbuisjes zullen niet weten waar ik blijf. Oh, nou, maar ik breng jou wel even. Dan kan ik gelijk eens even een babbeltje maken met meneer Willem. Kijken wat hij daar nou van vindt. Oh, als je om Willem om raad vraagt, hè. Vraag dan eerst eens of dat hem van patat houdt. Nou, hoor ik en ik zelf wel. Net zo makkelijk. Als jullie nou eens gewoon een half uurtje eerder opstonden, dan kon je gewoon je huiswerk maken en gewoon rustig ontbijten. Huh? Gewoon is zo gewoon, hè, opa? Hoi, brutale mond, zeg. Eten en lezen tegelijk is niet goed. 100 keer zeg ik het. Ja, opa, we doen het niet om je voor onze lol, hoor. Nee, nee, dat is ook heel erg duidelijk, zeg. Studeren zou een vreugde moeten zijn, het vergaren van kennis. Doe nou, opa, we hoeven het niet te vergaren, maar in onze kop stampen. Oh. Ja, ik vind het best. Goedemorgen. Ah, lekker kopje, dankjewel. Wil jij een kopje, schat? Dag, schattenbolletjes. Hebben jullie goed geslapen? Dag, mijn lieve kinderen. Ma, dim is een beetje op de vroege morgen. Alsjeblieft, zeg. Oh jee, ochtendhumeurtje. Nee, helemaal niet. Maar die ene keer dat jij er eens vroeg uit bent, hoef je er toch niet meteen een feestje van te maken? Nou, en of. Ik ga er de hele dag een feestje van maken. Ten eerste heb ik de hele dag vrij. Ten tweede heeft jullie allerliefste vader mij uitgenodigd om heerlijk te gaan dineren vanavond in La Greuze. In La Greuze? Is mij iets ontgaan? Een trouwdag of een verjaardag of iets? Nee, pap, zomaar. Ik heb hem er eindelijk van kunnen doordringen dat een vrouw als ik liefde, zorg en aandacht nodig heeft. Anders kwijnt zij weg. Hè, schat? Nou, zo kan ik niet leren, hoor. Ik ga naar school. Ja, ik ook. Dag, schatten. Ja, dag. Voorzichtig met oversteken, hè? Succes. Hé, hey, pa. Ben jij er ook? Wat leuk! Zeg, dus uitstekend idee, hè, Victor? Wat? Om het vrouwtje mee te nemen uit eten, zo door de weekse dag. Het mannetje kon er met geen mogelijkheid onderuit, hoor, pap. Ah. Bol buis met buis. Ja, die is er. Ja, ja, ik zat er even roepen. Oh, nee. Is voor jou, Simon, een of andere producer. Je krijgt alleen maar producers aan de lijn, hè? Tegenwoordig normale mensen bestaan niet meer, hè? Hé, hey, hallo. Oh, en hoe laat is dat dan? Nee, 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 vanavond kan ik absoluut niet, sorry. Ja, graag dan. Goed, oké, dag. Ik moet vanmiddag even naar de studio voor een item over kunst en politiek. Maar echt, hoor. Ik sta uiterlijk om 7 uur op straat, hebben ze net beloofd. Dan ben ik om 8 uur in La Greuze, oké? Als ik nou eens nee zou zeggen. Ja, maar schat, ik heb net ja gezegd. Ja, nee, ik heb het gehoord. Het was ook maar een academische vraagstelling. Ik reserveer voor jou een tafeltje om precies 8 uur. Ja, je bent een schat. Jongens, dan ga ik nou rennen, want ik moet zo ontzettend veel doen. Anders kom ik overal weer met elkaar. Zeg, Victor. Ik geloof dat jij beter een tafeltje kan reserveren in een afkikcentrum. Denk je? Hallo, hier is Harry met de interieurverzorgster. Kom aan, Harry, jou op zich. Zo, meneer Willem, u bent weer flink bezig, zie ik. Ah, het is weer bijna afgelopen, hè? We gaan de boel weer eens klaarmaken voor de winterslaap. Oh, dat lijkt me nu zo heerlijk, hè, de winterslaap. De hele winter lekker in uw warm bedje. Ja. Nou ja, ik wil voor jou ook wel een zakje mes en wat stro kopen, hoor, wijfie. Nee, lieve schat, ik doe het liever met een elektrisch deken. Zak patat. Toffe meid, hè, Nico? Oh, zeker wel. Ja. Maar kan ook erg lastig wezen, hoor. Eigen willetje. Ja, daar schijnen al die vrouwen veel last van te krijgen tegenwoordig. Jo, laat ze het maar niet horen. Zeg, even zo goed. Heb jij hier best een aardig lappie tuin, hè? Zo voor midden in de stad? Oh ja, voor midden in de stad wel. Ja, zeker. Ja, maar ik kom van het platteland, hè. Bij ons plakt hij die stukjes rond als dit, die plakt hij op een postkaart. Ja, ik klaag niet, hoor. Het is toch een beetje buiten. Ja, ja, ja. Ik begrijp precies wat jij bedoelt, joh. Ja. Oh ja? Maar jij bent toch in hart en nieren een stadsmens? Tuurlijk. Ik ben geboren en getogen Rotterdammer. Maar ik houd ook van buiten, joh. Ja. Kijk, ik moet kunnen moven. Hè? Stilzitten. Dat is niks voor mij. Nou, daar kan ik helemaal in meekomen, Harry. En een beetje afwisseling, hè. Niet te lang van hetzelfde. Kijk, dat zolder opruimen heb ik al lang weer gezien, als je begrijpt wat ik bedoel. Ik begrijp dat jij me wat duidelijk wil maken, maar daar een allemachtig lange aanloop voor neemt. Nou, vertel het maar. Heb je geld nodig of zoiets? Nou,
je zit er niet zo gek ver naast eigenlijk. Ik ben op zoek naar 35.000 gulden. Nou, dat is toevallig. Ik ook. Al jaren kan ze nergens vinden. Nee, joh, nee, kijk, ik wil een grote karavaan kopen. Ja, tweedehands. En ombouwen tot snackcar. Tot snacker? Nou ja, of kroketmobiel of frikadellenwagen. Kan mij het schelen hoe je het noemt. Hé, hey, luifeltje erboven. Hey. Twee stoeltjes erboven. Harry, wat zal jij een bruin leven krijgen? Ik ken een gozer, die is daar schat hemeltje rijk van geworden. Hé, hey, wat vindt Nicole ervan? Ik vind het niks. Maar waar Harry in zijn kop heeft hem niet in zijn gat. Excuseer hem, Mo. Een pap. Dat kraam. Iets ergers kun je toch niet voorstellen, zeg. Mensen worden volgepropt met rommel de laatste tijd. Ook op geestelijk niveau. Ik refereer hier aan wat wij dagelijks op de televisie krijgen. Voorgeschoteld, als u mij de kleine woordspeling permitteert. En dan natuurlijk met de relevante hap uit de muur. Die u dan wordt thuisbezorgd door de heer Harry Stevens. Hoort ik daar mijn naam noemen? Ik hoor hier zojuist dat u voornemens bent om met een verhuiswagen vol kroket en patat langs heen en weer te gaan trekken. Ja, ja, zo zou je het kunnen zeggen, ja, ja. Maar voor mij, ik houd dit gewoon op patat, boer, hoor. Voorwaar, verwerpelijk initiatief. Hoezo, heb je wat tegen patat dan? Oh, fantasieloze zetmeelshots van een smaakverwoestende uniformiteit. Die meneer Henri kan het allemaal zo lekker zeggen. Te veel eer, te veel eer. Ja, nee, maar je kan het ook zo zien als u het mij toestaat. Kijk, junkfood bestaat. Yeah. Daar helpt geen lieve moedertje aan. Nee. Er wordt patat gegeten en er zal altijd gepatat gegeten worden. Yeah. Daar kun je bij neerleggen. Yeah. Maar je kan je daar ook tegen verzetten. Je kan dat tegen knokken. En ik ben zo'n knokker. Yeah. Verklaar u nader, meneer Seers. Nou, ik leg mij daar niet bij neer. En daarom ben ik meteen naar zo'n culinair expert als u toegegaan om eens even wat inlichtingen in te winnen. Oh ja. Nou ja, als ik u ergens bij van dienst kan zijn. Nou, dat ken u zeker. Kijk, ik vraag mijzelf namelijk af, hoe ken je nou van zo'n lullige zak patat... Neemt u mij niet kwalijk. Nee. Ik bedoel, hoe ken je nou zo'n eenvoudige zak aardappelen ombouwen tot het toch een gezonde en een enigszins verteerbare hap wordt. En dat is nou het vraagstuk wat ik even op uw bordje zou willen neerleggen. Ja, dat weet ik natuurlijk niet zo 1, 2, 3, hè. Maar ja, ja, god, jij zou... Maar ja, misschien schrijf je tomaten bij of komkommer. Het blaadje sla, natuurlijk niet te vergeten. En misschien een goed geklopte knoflookmayonaise. Knoflook is zeer goed voor de bloedsomloop, hè. Ja, ik zou natuurlijk nog op enige andere dingen kunnen komen. Ja, kijk, en dan is er nog wat. Kijk, u weet, ik heb van die daguerro-dinges. Daguerro-types, ja. Ja, kijk, nou, die zou ik nou zo graag willen verkopen op zo kort mogelijke termijn. Of willen belenen. Of ja, ik geloof wel dat ik begrijp waar u naartoe wilt. Ik zal het financiële plaatje ook even bekijken. Weet je wat? Loop even mee. Zetten we de zaak even op een rijtje. Ja. Je hebt gelijk, Harry. Oude hoeren kunnen zelf veel te gemakkelijk. Inpakken en wegwijzen noem je dat. Meneer, zal vast voor u een glas champagne inschenken? Ja, doet u maar. Ze zal wel zo komen. Anders neem ik alvast een glaasje. Sorry hoor, ik heb gerend, ik heb gevlogen werkelijk. Ben ik erg laat? Nee, ik ben er net. Oh, zo, glaasje champagne? Ja, heerlijk. Zo. Ja, mooi. Mooi parelkraagje. Het ultieme medicijn tegen kouvatten. Had je dat pakje vanmiddag ook al aan? Nee. Ik wilde net de auto inspringen, toen zag ik het ineens naar me lonken. Ik viel ervoor als een blok. Ik ben meteen de winkel ingerend, dank u wel. Vind je het leuk? Ja, het is heel mooi. Ja? Duur? Och, niets is te duur voor deze avond, hè. Op ons. Hoe is het gegaan met het interview? Zo idioot.
Ik dacht dus dat ik zou moeten praten over mijn rol in Virginia Woolf, hè? Maar daar hebben ze dus niks over gevraagd. Het ging over de vrouw achter de politicus. Huh? Wat zeg je? Het ging dus eigenlijk over jou. Oh, en wat heb je gezegd? Oh, van alles. Het was een heel leuk gesprek, hoor. Ik heb alle kans gekregen om eens lekker te zeggen wat ik vind. Zoals? Nou, bijvoorbeeld dat ik het persoonlijk altijd heel erg jammer heb gevonden dat jij naar Brussel bent gegaan en dat je volgens mij veel meer op je plaats geweest was in de vaderlandse politiek dan tussen dat stelletje niks nutte daar in Brussel. Heb jij dat gezegd? Ja, iedere avond krijgt hij bakken vol met leesvoer mee naar huis, hè? Altijd loopt hij met zijn kop tegen de muur met al zijn ideeën. Dat is toch doodzonde van al die energie? Mijn man is te goed voor die in slaap gesukkelde papieren tijger zonder klauwen. En als je het mij vraagt, moet hij daar zo snel mogelijk weg. Ja. Mijn man is een briljante vent met allerlei creatieve ideeën. En absoluut niet op zijn plaats tussen dat stelletje zakkenvullers. Zakkenvullers? Heb je dat echt gezegd? Ze vroegen mijn oprechte mening, hoor. Nou, dan kunnen ze hem krijgen ook. Maar voor de televisie? Dat kan je toch niet maken? Oh, nee? Ik zou niet weten waarom niet. Ja, yes. Ik mag toch zeker wel mijn mening geven? Ja, natuurlijk. Die is toch alleen maar wat waard als hij eerlijk en oprecht is? Ja, allemaal zakkenvullers. Hoe haal je het in je hoofd? Natuurlijk, het is toch ook gewoon zo. Wat doen ze daar nou helemaal, hè? De eenwording van Europa, laat me toch niet lachen, zeg. In Frankrijk krijg je toch gevangenisstraf als je het openbaar een Engels woord durft te gebruiken. Nee, nee, geen gevangenisstraf. Je krijgt hooguit een geldboete. En niet zomaar wat roepen. Zeker niet voor de televisie. Zomaar wat roepen. Mijn man komt jaar in jaar uit, uitsluitend tussen 2 en 3 uur 's nachts thuis. En dan nog zit hij met zijn hoofd ergens anders. Mag ik dan misschien eens een keertje wat zeggen als me dat gevraagd wordt? Ja, tuurlijk, tuurlijk, maar niet voor de televisie. Ik heb mijzelf kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van jeugd, cultuur, onderwijs en de media. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd hoeveel van die zakkenvullers er nog op mij stemmen na die uitzending. God, jij moet eerst eens nadenken voordat je wat zegt. En je denkt dat ik dat niet gedaan heb, hè? Nee, nee. Als het mannetje het niet eens is met wat het vrouwtje beweert, dan denkt ze niet na. Het is toch niet te geloven als ik toch... Stop niet zo hard, dan zit ik zo op met dat gekwaak. Gekwaak? Niet zo hard. Oh, meneer schaamt zich voor het gekwaak van zijn lelijke eentje. Weet je wat jij kan, meneer? Stik in je parelkraagje, man. Bernese saus moet ook heel gezond te maken. Zeg, alleraardigste initiatief, hè, van die Harry. Ja, ja, ja. Zeg, wat vind jij nou, Willem? Vind jij dat ik hem tegemoet moet komen in de financiering van zijn project? Ja. Nee, dat moet je helemaal zelf weten, Harry. Ik heb geen verstand van ondernemen. Nee. Maar ik ben wel één en al bewondering voor Harry. Ja, ik ook, hoor. Ja, eigen initiatief, hè. Dat juich ik van harte toe. Nee, maar dat bedoel ik niet, hoor. Ik bedoel dat hij precies weet waar hij jou kietelen moet. Opa, kan je me even helpen met mijn Nederlands? De tachtigers, ik begrijp een paar dingen niet. Hahaha, de tachtigers, mijn favorieten. Natuurlijk, lieve schat. Ga maar alvast naar mijn kamer. Kom zo. Hé, hey, pap, hoe was het? Gezellig? Oh, jongen, heb je lekker gegeten? Simone al thuis. Hé? Hoezo? Simone is toch samen met jou? Weggelopen. Weggelopen? Heb je ruzie gehad dan? Nou, mag je wel zeggen, ja. Hé, wat jammer nou. Ze had zich zo verheugd op deze avond. Ik ook, als je het niet kwalijk neemt. Ach, jongen, Victor, zo'n ruzietje. Dat kan de boel juist weer eens lekker openbreken. Kan nooit kwaad om weer eens lekker met elkaar te praten. Ja, dankjewel, pa. Ja. Zeg, maar waar is Simone nu dan? Geen idee. Ze is vanavond kwaad weggelopen uit het restaurant. Ze heeft me voor gek gezet. En vanmiddag voor de televisie door de baarlijkste nonsens uit te kramen. Even hup, een carrière in de Europese Unie met de grond gelijk gemaakt. Nou ja, hoe kan dat nou? Ja, wij zijn allemaal nietsnutten en zakkenvullers daar in Brussel. Daar heeft ze natuurlijk niet helemaal ongelijk in. Gelijk of niet, zoiets zeg je niet voor een camera. Maar goed, als er naar mij gevraagd wordt, deze zakkenvuller gaat even naar boven om nog wat stukken door te nemen. Ja, zeg, wacht nou eens even zeg maar. Hoe laat is Simontje daar nou weggegaan? Tijdens het aperitief. Ja, het is nu 11:30. Ja, wat heb jij dan in die tussentijd gedaan? Gegeten. Ze hadden een heerlijke pâté de foie gras op een bedje van veldsla. Heb jij daar gegeten? Ja. Ja, ik heb het er nog maar eens lekker van genomen. Want morgen, na die uitzending, staat deze meneer op straat. Goedenavond. Mam. Waarom zit je hier? Wat doe je hier? Ik zit gewoon een beetje te zitten, dat zie je toch? Waar kom jij vandaan? Een repetitie gehad met de band. Waarom zit je hier? Het is hartstikke koud.
Ik zit een beetje na te denken. Hoe lang zit je hier al na te denken? Een uurtje of drie. Doe niet zo gestoord. Jullie zouden toch uitgaan vanavond? Waar is papa? Het kan me niets, maar dan ook helemaal niets schelen. Aha, jullie hebben ruzie gehad. Kom maar mee. Ah nee, Rick. Ja, maar... Rick, kom maar. Rick, alsjeblieft. Nou, wordt het me toch echt lastig. Ik ga de politie bellen. Ja, wie weet is er een ongeluk gebeurd. Rick. Kijk eens wat ik in de tuin gevonden heb. Mag ik te houden? Ja, Rick, zo kan niet. Ja, waar was je nou? Waar kom jij nou toch vandaan? Hey, man, hoe kan je dat nou zeggen voor de televisie? Dat kan je toch niet maken? Oh, je vader is er al, begrepen. We hebben het hele verhaal gehoord, ja. Nou, dan begrijp je toch dat ik woest werd. Ik begrijp dat jij precies weet dat je over de schreef bent gegaan en daarom kwaad bent om jezelf. Oeh, dat doe ik ook altijd. Oh, dus jullie vinden ook dat ik... Ja. Ik weet niet precies waar het over gaat, maar ik vind het ook. Maar ik heb het juist zo positief bedoeld. Ik wou alleen maar zeggen dat hij te goed is voor Brussel. Ach, nee. Weet je wat? Mam, ik maak een kopje thee voor je. Simon. Rick maakt een kopje thee voor je. Of misschien beter een bakkie troost. Hé. Hey. Ja, met Victor Bol. Sorry dat ik nog zo laat bel, maar is Simone bij... Ja, die heeft vrij vandaag, dat weet ik. Hè. Daarom dacht ik dat ze misschien bij jou zat. Oh, is ze met mij uit eten? Nee, dan weet ik genoeg. Ja, dankjewel. Hij had dus moeten zeggen dat het een rotstuk was waarin je stond te spelen. Het mag hij best, dat zegt hij zo vaak. Ja, maar niet voor de televisie als hij met een subsidieaanvraag de deur uit is. Nou, kom op, ga naar binnen en zeg dat je je spijt. Vooruit. Vic, het spijt me. Dat van die niksnutten en die zakkenvullers... Ik had het geloof ik beter niet kunnen zeggen. Ik weet het wel zeker. Ik zal ze morgen even bellen. He, vraag of ze de zinnen eruit willen knippen, misschien. Simone, doe nou niet zo naïef. Die programma's leven juist van dat soort uitspraken. Ja, maar wat moeten we dan doen? Hopen dat er niemand kijkt. Vic, mag ik een nieuwe afspraak met je maken, alsjeblieft? Ik betaal. Dan graag. Oh, zakkenvuller! Niet aan. Ja. Einde van deze uitzending. Morgen zijn we er weer met een nieuwe Nova. Goedenavond. Ja, volgens mij is het programma uit. Hè? Hoe kan dat? Ik begrijp daar niks van. Nou, misschien op het andere net. Nee, want ik heb met haar gesproken. Ja. Nou, mam, hebben ze jouw item eruit gehaald? Oh, goed. Zijn wij even blij, hè? Blij? Zijn ze helemaal gek geworden? Daar rijd ik niet voor op mijn vrije dag op en neer naar Hilversum. Zal ze eens even wat vertellen? Nee, Simone, alsjeblieft. Oh, nee.